Busje kom schoen. Lokaal Amelo Samen, die heeft onder andere een motie ingediend over de buslijn 25. En hoe is dat afgelopen? Nou, dat is heel goed afgelopen. Wij maakten ons grote zorgen over het opheffen van die buslijn 25, wat inmiddels gebeurd is. En daar zijn we het hartstikke mee oneens, want de dienstverlening voor de Aalderingshoek is daardoor aanzienlijk afgenomen. Terwijl er beloofd was dat de dienstverlening hetzelfde zou zijn. Nou, dat wordt dus niet gerealiseerd. En het gemeentebestuur heeft daarmee ingestemd, het college. Nou, en nu is die motie aangenomen en het college zal in overleg met Sintes gaan om te kijken om het terug te draaien en zal dat aan de raad rapporteren. En wij hopen dat gewoon die buslijn weer normaal gaat lopen, niet 's ochtends veel later beginnen, niet 's avonds veel vroeger eindigen. Geschikt is voor rolstoelmensen en ook de route aangepast gaat worden. Ik denk dat de dienstverlening van de Aalderingshoek ten goede zou komen. En dat is ons streven. De provincie beslist daar natuurlijk wel over, maar het college adviseert. En de manier waarop het college geadviseerd heeft, dat staat ons niet aan. En Sintes heeft allerlei beloftes gedaan. Die heeft een avond belegd met onder andere de bewoners van de Aalderingshoek. Heeft daar toezeggingen gedaan en die worden niet nagekomen. Daar hebben we bezwaar tegen.